Wij wilden voor onze technische opleidingen in Delft dat het gebouw duurzaam was, omdat het past bij het karakter van onze opleidingen. Denk aan elektrotechniek, werktuigbouwkunde, technische natuurkunde. We wilden dat het gebouw transparant was en dat dan ook heel letterlijk dat we konden laten zien aan ook de passanten op straat dat hier heel interessant en aantrekkelijk technisch onderwijs werd geboden. En de derde eis was dat het flexibel zou zijn. Dus in staat om groei op te vangen of krimp op te vangen of functiewijzigingen op te vangen. Nou, de uitdaging was dat ze aan de ene kant transparantie wilden. Daar ben ik zelf ook grote voorstander van. Dat zie je nu zeg maar, ook in het gebouw zelf. Veel licht en zo. En transparantie en veel licht kan in contrast staan met duurzaamheid. Ik bedoel, je wil de zon ook buiten houden. En dat was een soort balans die we moesten gaan zoeken. Van optimalisatie, van je zoveel mogelijk licht binnenbrengen, zodat je zo min mogelijk de verlichting aan hoeft te zetten. En aan de andere kant om zoveel mogelijk zon buiten te houden. En uiteindelijk hebben we een resultaat waarbij het hele gebouw bijna van glas lijkt. Maar in feite maar 38% van de gevel is van glas. En dat komt met name omdat het moment waar je binnenkomt, dus de belangrijke openbare ruimtes, die zijn helemaal transparant. En die liggen ook allemaal aan de noordkant. Dus als je binnenkomt, dan krijg je dat gevoel. En dat gevoel hou je bij je voor de rest van het gebouw. Maar als je naar de rest van het gebouw kijkt, dan zie je dat de andere gevels, bijvoorbeeld de zuidgevel, de zwaarst belaste gevel, die is veel dichter. En die heeft dus veel minder glas. En daardoor is het veel beter bestand tegen de zon. De hele duurzaamheid van het gebouw is gebaseerd op twee principes. Eén is optimaliseren van de natuurlijke bronnen. En daarmee is zoveel mogelijk daglicht naar binnen brengen. De zonnewarmte opvangen op het dak. Het hele parkeerdak zit vol met collectoren. En die vangen de warmte op van de zon. Dat slaan ze op, wordt opgeslagen in de grond. En daar gebruiken we dan weer om in de winter het gebouw mee te verwarmen. En het tweede principe is om zo min mogelijk materiaal te gebruiken. Ja? En zo min mogelijk verspilling. En daarvoor is het gebouw echt super goed geïsoleerd. Maar we hebben ook het gebouw zo compact mogelijk geprobeerd te maken. Als laatste de lucht die in de lokalen zit, die wordt niet via de normale kanalen via de gangen afgevoerd. Er worden de gang zelf afgevoerd. Dus alle gangen zijn in principe gewoon kanalen. En daardoor hoef je heel veel materiaal voor die kanalen niet te maken. Het geheel, alle gangen die sluiten aan op het atrium en alles wordt afgezogen via het atrium. En dat levert een hele grote besparing op. Dat resultaat met die bestaande technologie kon bereikt worden doordat er heel consistent en consequent is samengewerkt in het ontwerpteam. Nou, Roy Halskoning heeft de architectuur gedaan, dus we hebben het gebouw ontworpen. En met name met duurzaamheid, dan zie je dat het zijn niet alleen maar technische maatregelen die je kunt nemen, dus allemaal mooie apparaten erin kunt zetten. Maar ook gewoon de gebouwvorm is heel erg belangrijk voor de uiteindelijke duurzaamheid van je gebouw. Ja, en daar hebben wij natuurlijk samen met andere adviseurs goed in samengewerkt en dus een grote rol in gespeeld. Die duurzaamheid, dat is fantastisch gelukt, want het is een heel erg energiezuinig gebouw geworden. Hebben we ook meteen nog voor de officiële opening al een prijs voor gewonnen. De NET-trofee, Nationale Energie Toekomst-trofee. En die hebben we gekregen omdat dit gebouw maar 1/3 van het normale energieverbruik heeft. Dus het is krankzinnig zuinig. Ja, ik ben heel trots. Ja. Iedere keer als ik binnenkom, heb ik toch een soort kriebel. En het is eigenlijk geworden zoals we zouden willen. Je komt binnen, overal openheid en transparantie. Je kijkt nog even naar buiten. Naast het gebouw ligt een hele mooie laan met allerlei bomen. En die kun je ook nog zien als je in het atrium staat. Je ziet overal mensen bewegen en zo. En ja, dat is gewoon fantastisch. Maar ik ben ook echt trots. Ik bedoel, het is ook iets waar ik mijn vrienden voor uitnodig. Van, joh, kom eens kijken. En waar we heel graag allerlei relaties uitnodigen om hier te vergaderen en dergelijke. Dit is echt iets waar we voortdurend mee kunnen scoren.